Waarschuwing, de volgende video bevat veel geweld en grof taalgebruik. Kijk er dus op eigen risico. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door zeep. Overal te krijgen in uw lokale badkamer. Ja, handdoeken zijn ook pittig overal te sparen. Ja, hier hebben we toevallig een handdoek. Lekker belangrijk. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Do The GTA 5 Heist. In de vorige aflevering gisteren hebben wij de twee laatste voorbereidingen gedaan. En in deze aflevering gaan we de finale doen samen met... Mij, de Tauwela. En met mij, Leroy. Hou die deur dicht voor hem, oké? Okay? Volgens mij zijn het de meidjes. Jij bent erin! Laat hem niet naar binnen! Hey, ik wacht nog even binnen! Zo, dat is een hoop geld. Voor mij alleen. Hey, ho! Hé, kom! Oh, nou moet ik... Oh boy, dit is niet leuk. Hey. Waarom gaat mijn radio automatisch aan? Daar word ik echt niet vrolijk van. Ah, dat is echt irritant, ja. Ja, nou hoor je weer de backseat gasten. En dan hoor je die leuke deurbel niet meer. Nou ja, gelijk conform settings. Play. Dat is geen overwit. Je weet er niet vrolijk van. Wie wel? Ah, hij is weg, Nee, hij is weer terug. Verdorie. Jammer. Ik heb de radio op automatisch uitstaan, maar tijdens missies dan pakt hij automatisch een random dinges. Dat is zwaar irritant. Ach ja, nummer is gelukkig afgelopen. Daar wordt aan de deur gebeld. Verman jezelf! Wat is je aan het doen? Erwin? Sup, jongens. Some asshole got wind of what we're up to. Apparently killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Ja. Dat is vervelend. Dit is het moment, hè, jongens. Besef jullie dat? Ja, dat is de finale. We gotta move. Now, is that clear? Je hebt wel even naar mijn stoel. Nee, ik hou van mijn stoel. Ja, oké. Okay. Ja. Deze heb ik toen speciaal gekocht gisteren bij, bij de YouTube gathering. Ja, ik wil een beeld. Ja, dus dan jij weer een beeld. Ja, kan ik niks aan doen, hè? Dat is die camera slecht camerawerk. Nou, ben jij bij mij in beeld. Shawnee, blijf van de whiteboard af. Nee. Jongens, eventjes, jullie spoilen daarin te veel, want ik loop ietsje later, dus... En mijn beeld is nou het main beeld, en dat split later pas in drieën. Oh, sorry. Dat is niet erg. Zie je dat Shawnee aan je whiteboard zit of niet? Ja, ja, dat zien we nu. Zeg er alsjeblieft wat van. Je veegt het weg. Niet waar. Hand weg. Het is watervaste stift, oké? Okay? Ja, maar niet Shawnee vast. Ook waterdicht. Luister u überhaupt naar Erwin? Nee. Okay. Eindelijk luistert ze. Hey, let's do this. Ik ben een pilot. Nee, die wil ik niet zijn. Oh, demolition. Nee, daar ga ik zo voor zorgen. Oké, okay, dus de bedoeling bij deze final heist is... één iemand is de pilot. Dat ga ik worden. Dus even kijken. Dat doe ik zo. En dan pilot. Die gaat zalig zeg maar in een vliegtuig rondvliegen. Dat zullen jullie dadelijk allemaal zien. Handdoek, jij wordt de demolition. Wat is jouw taak? Ik zorg dat geen één raket van een F-16 Stefan raakt. Oké, dan hebben we dus even kijken. Wil jij officer Shawnee of gewoon? Nee, prisoner. Prisoner, wat is jouw taak? Nou, ik moet Leroy helpen met iemand laten ontsnappen. Oké, want Leroy die is namelijk de prison officer. En wat is jouw taak? Mijn taak is om Shawnee escorten naar die gast en dan moeten we samen hem bevrijden. Oké, nou als jullie allemaal heel eventjes op ready kunnen drukken, dan kunnen we gelijk gaan beginnen. Yes, sir. Oké. Okay. Nou, het is dus zeg maar zo verdeeld. Ik krijg 22, hun krijgen 60, maar hun hebben in de voorgaande missies elke keer iets van 15. Dus het loopt wel gelijk. Plus ik heb de setup moeten betalen, plus de rewind. Dus het loopt wel allemaal gelijk voordat jullie daarin beginnen van... Dit is so not fair! Dus... Dit is so... Oké. Okay. Ik wil meer geld. Ja, ik had dat toch... Ja, jij ja, huurt ook een expert, hè. Dus ik heb die volle nodig. Here we go. Oké, nou, welke outfit pakken we? Ah, deze natuurlijk. Ik wil dus, deze keer proberen. Oké, okay, dus vanaf het moment dat we dus nu het scherm gaan, dan gaan we dus zeg maar naar drie verschillende beelden. Dus zien we nu verspreiden. En hoi. Ja, we hebben alle drie dus zeg maar... ja, je hebt één team van twee man, Shawnee en Leroy. Dus vandaar dat ik blij ben dat Shawnee, dat Leroy ook opneemt. Want anders hadden we dus zeg maar niet geen beeld van wat hun deden. Handdoek die gaat, weet ik voor wat doen, en ik ga deze kant op. Ja, ik ga de prison... Ik ga net dat jouw auto is. Ik ga een prison bus mag ik rijden? Ja, wacht. Die auto is niet voor jou bestemd.
Dat is een monster. Ja, voor mij en Stefan is het belangrijk dat wij goed communiceren en ja. Wat? Doei, handdoek! Doei. Nu weet ik waarom jij in de gevangenis moet. Zie je in een bit. Me, I'm gonna do nothing and just sit back and relax. Ja, dat moet nu gewoon. Dat klinkt als een typische Erwin move. Sorry, Erwin. Alleen jouw huis woont wel veel van mijn locatie af, maar. Zoals je trouwens ziet, ik weet niet, heb jij trouwens nou ook een tijdslimiet handdoek? Ja, 8 minuten heb ik ongeveer. Oh, nou ik heb maar 7 minuten nog, dus. Wij moeten opschieten. Nou, ik weet dat mijn huis eerst was dichterbij dan. Niet dat het uitmaakt, want ik denk dat je het sowieso al redt. Ja, precies. Het is heel makkelijk. Oh. Dit gaat wel goed komen. Dat heb ik geen twijfels over. Ik bedoel, ik ben met de zeep. Moet hier naar boven? Oh. Okay. Nee, nee, nee. Oh! Wat de volgende afslag? Ja, dat kan natuurlijk ook. Wow, dat is echt een monster van de auto. Want Steven, je moet helemaal naar het vliegtuig, toch? Vliegveld. Ik moet naar het vliegveld, ja. En ik ben er al bijna, dus en dan wacht ik op jouw seintje totdat jij de helikopter hebt. Ja, simpel. Stel dat het helemaal misloopt, dan moet je toch opstijgen als ik hem nog niet heb, maar ja, dat... Je hebt nog 3 minuten en 15 seconden. Oké. Okay. Want als ik 3 minuten op mijn klok heb, dan stijg ik pas op, dus... Ja. Wee! 360! Nou, ik zie de bus nog rijden. Trouwens, eventjes, ik weet dat ik nou zeg maar de schans neem, die doe ik automatisch, maar de poort zou nou voor je openen, dus ja. Ah, mijn vliegtuigje. Zo, ik heb een prison bus hier zo. En daar ga ik nu even in. Zo, meneer, u moet even naar buiten. Nou, we zullen bijna hoor, duurt niet lang meer. Fase 2 van mijn plan. Ja, de toeristische route. Ja, is goed. Ik ga vast op mijn positie staan tot ik klaar ben om op te stijgen. What? 360. Goed. Oh, nee. Laat maar. Ik ga hier al een stukje af. Draaien. Ik ga niet naar. Even trouwens een leuk ding om te weten. Dit vliegtuig is exact hetzelfde vliegtuig als wat wij hebben moeten stelen, zeg maar, bij de voorbereidingen. De prisonbus. Ja. Prisonbus, dank je. Is exact hetzelfde verhaal, dus ja. Ja. Ja, we zijn er. Ik sta klaar om op te stijgen. Je hebt nog 1 minuut en 48 seconden. Ja, dat lukt wel, denk ik. Ga zitten. Nee. Yep. Ja, ik ben wel op de professionele landingsbaan. We moeten wel professioneel overkomen. Oké, ik sta klaar om op te stijgen. Is goed. Ja. Ik ben bijna bij het vliegveld. Oké. Okay. Even een systeemcheck. Oké, alles werkt. Oké, heel voorzichtig, Leroy. We wachten op het signaal van de handdoek. Ja, ik ben wel op vliegtuig, maar ik ben nog niet... Oké, heel voorzichtig. Ik heb mijn helikopter nog niet, zeg maar. Zo, dat is beter. Hoeveel tijd heb ik nog voor jou? 50 seconden. Ja, maar dat... Ja, goeiedag. Ik kom deze gevangenen meenemen in de cel. Ja, die snappen wel wat ik bedoel. Ja, ik ga opstijgen. Ja, is goed. Yo, dank je. De reden, jongens, waarom dat ik daar heel eventjes op wacht, dat zien jullie zo meteen wel. We zijn er. Oké, de wieltjes zijn ingeklapt. Ah. En ik ben onderweg naar bestemming. Lopen, gevangen. Oh. Nou. Hi. Hoi. Oh nee, ik heb zijn wapen nu. Ligt een broer op voor jou. Ja, ja, ik heb zijn wapen nu.
Ja, aan jou de eer. Ja, zeker. Even een extra motivatie mee pakken. Wat? Een barrelrol motivatie! Oh. Oh man. Het vliegtuig moet natuurlijk wel heel blijven, hè? Oh, zo. Wat? De missie is gefaald. Wat? Die gasten die stonden. Ik wou gaan schieten, maar dat was blijkbaar een bommetje. Oh, handdoek toch. Tot zo! Je hebt toch nog spijt ingehuurd ervoor? Ik wil deze schans nemen. Waarom? Ik heb tijd genoeg. Oké, jongens. We gaan het doen. We gaan het doen! Whee! Like en glove! Oké, die moest. Kon er niks aan doen. Nou, ik heb de bus al. Is hier geen weg naar beneden? Want anders heb ik een probleem. Oh, daar is hij. Oké. Ja. Whee! Wacht, wat heb je dood gehad? Nou, jongens, genoeg gestunt tijd om naar ons vliegtuig te gaan. Ik denk dat ik hem vanaf hier er gewoon weer in knip ofzo. Ik weet niet, waarschijnlijk hebben jullie nog niet eens een knip gehad. Waarschijnlijk is dit, omdat het de final is, gewoon een doorloop ofzo, weet ik veel. Ja. Helpen. Geronimo! Lachen! Lo, kijk eens eventjes. Ik ga liever toch met dat vliegtuig. Ik bedoel, die is veel groter, de deur. Wat zijn jullie stil, mensjes? Ja, we focussen. Ik wil niet weer even afgaan, hé. Ja, dat komt... Oh, nee! Ik wil naar boven! Dat is zo lullig. Ja, oké. Ik heb een taak te volbrengen. Ja, oké. Als je dood bent, blijf dan dood. Zeep toe touwler. This is NLS 342 asking permission to take off. Over. Zit je al een tijd snel? That's a negative handdoek. Over. Hoeveel tijd heb je nog? NLS 342 heeft nog ongeveer 5 minuten, dus maximaal 2 minuten nog voordat hij echt op moet stijgen, over. Oh, dat komt goed. Ik heb nog twee mensen binnen, beneden. Oh, daar ben je. Hallo. Oef. Oh man, ik ben nu al bijna dood. Wacht even. Heb je jouw tasje ligt daar? Ik heb snacks, ik eet wel gewoon even snel snacks. Oh ja, nee, EHBO tasje ligt daar, bij die En die vult ook gelijk heel je helft. Ja. Ja, boeie snacks was op dit moment sneller. Oh, oké. Awaiting orders to lift off, over. Ja, ik kan opstaan. Jee, we kunnen neerdalen! Zo. Even mijn favoriete wapen pakken. Wacht, zei je nou net dat ik moest neerstorten? Yep. Oké, ik ga wel neerstorten. Nee! Nee, ik kan niet. Hey, daar gaan we. Ik ga neerstijgen! En dan draaien naar mijn helikoptertje. Ja, dus. Pak die wapen, gozer. Nou jongens, om het een beetje zeg maar variatie te geven, gaan we weer mooi in first person vliegen. Oeh. Een nou, barrel roll in first keer, person! Dit keer even geen bommetjes gooien, UB. Ja, daar gaan we. Oh, ik vlieg nogal laag. Ik heb meer feet nodig. I'm going for it. Oké, ik zie dat mijn gear die is netjes goed. Ik ga richting het noorden. Ik heb meer als gezoeken benzine, dus Yes, ik heb de helikopter. Fire! Get in this thing. Ik zit erin hoor. Oké, ja, ik zie je op mijn minimap. Ik vlieg nou bijna bij het bochtje Vinewood. Oh, that's fine. Even een beetje barrel rolls. Even een beetje publiek, eventjes een beetje entertainen zo. Ik weet dat we dit heel goed samen kunnen, maar. Oké. Roger, I'm in here. Ik heb de draad moeten stoppen.
Dit is NLS 342, over. Dit is een helikopter, budget is een kleine helikopter. Yeah. Hij kan vliegen als de beste. Budgie zie je steeds in nieuwe avonturen. Oh, Budgie, sweep in de wieken! Sweep in de wieken was het toch? Sweep in de wieken. Oh, there we go. Oh boy, oké, okay, danger. Oké, okay, op naar stap 2. Oh boy. Oh boy. Go for it. I got your back. Dit is NLS 342. Ik heb jets achter me aan. Die willen op me schieten. Kun je mij verdedigen alsjeblieft, handdoek? Yes. Ik heb een vizier krijg. Ik ga een beetje stunt vliegen, want hij zit achter me. Ik krijg hem niet meer vizier. Kom op. Oh, headshot, Leroy. Headshot. Juist. Draai terug. Draai naar mij toe, inderdaad. Oh, hij probeert op mij te lokken. Die... Die stinkzak begint... Oh, die begint echt op mijn... Zenuwen te werken. Hoi, Johnny. Ja. Mooi. Ik ben vandaag langzaam. Oh, nee, we worden gewoon geschoten. Kom op, lok hem. Lok hem! Ja. Ja, waarom ik heb zie gelokt. Ik die gasten niet? Oh, eentje is boven de trap. Ik ben aan het vuren. Is het raar dat ik ze niet zie? Nee, ik zie... Oh, oh, stijkies! Ja, maar ik hij heeft me niet geraakt, hij heeft me niet geraakt. Geef me een seconde. Oké. Okay. Oh, dat was een... Dat wordt. Ik ben aan het schieten op hem, man. Oké. Okay. Dat was een close call. Ja. Ja, ik heb hem, ik heb hem. Okay, let's go. Ja, hij stort neer. Ik ga, ik ga de andere kant op. Ik, kom ik ga hier. Dan. Die anderen mogen beter gaan. Er komt er eentje vanuit noordoostelijke richting. Ja. Ik heb een Les Playbook, denk ik. Laag, hoog? Ook laag. Lager dan ik. Jij zit hoger dan mij, dus... Laden. Ik heb gevuurd op hem. Oké, okay, final push. Oké, okay, let's go. Grondteam, hoe ver zijn jullie? Oh, we zijn er bijna. Heel beschoten. Ja. Ja, yeah, got it! Ja, je hebt hem. Oké, okay, volgende komt vanuit westelijke richting. Copy that. Ja, blijf maar lekker liggen. Ik heb even hoog te maken. Hij vliegt laag. Nog twee. Daar waren ze. Oké, okay, cool. Mooi. Ja, jij bent met ons mee. Oh. Oké, okay, we zijn bijna klaar. Oké, okay, ik weet niet waar dat die andere jet is, dus... Oh, hoog. Hoog is die. Ah, wacht even, sorry. Nou, ik vlieg hoger dan hem, dus... Ik dacht dat hij laag vloog. Voor mij vliegt hij... Oh, hij vliegt nu hoger dan ik. Ja. Oh, boy. Ja, ik weet niet. Okay. Oh boy, Kees. Stap in, meneer. Nee, ik kan hem niet lokken. Draai om, draai om. Ja, we komen nu naar buiten. Pas op. Okay, je hebt hem toch? Ja, je hebt hem. Heb ik hem? Ik heb niet eens. Of hij vloog weg. Nee, grondteam is klaar. Ja. Grondteam is klaar? Oké. Okay. Oké, okay. Okay, grondteam, zeg maar wanneer dat kan landen. Yes. Oké. Okay. Leroy. Ik zit het vliegveld te zoeken. Oh, daar zit hij. Ja, bij jou, ik zie hem al. Okay. Dus ik blijf hier even rondvliegen totdat hun dicht in de buurt zijn. Ja, we zien het vliegveld. Kijk. Ja, je mag gaan landen. Oké, okay, landingsgedeelte staat uit. Ik maak even mijn rondje af. Ja, ja, appelsap, ik weet het. Wow, dat scheelt. Oké, okay, handdoek, kun jij eens eventjes zorgen dat ze niet bij mij te dicht in de buurt komen? Ik ben bezig. Boom. Ja. Ik ben geland. Ja. Deun, stop maar uit, ik regel het wel. Schiet op, jongens. Ja. Ja. Dat is goed, vriend. Jij eerst. Ik ben goed onder vuur. Ja, we zijn... hem af. Go, 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 go! Kom op, vliegtuigje. Oh, oké. Okay. We moeten gaan nu, hoor. Ja, ik weet dat ik moet snelheid hebben, anders kan ik niet opstijgen, jongens. Oké, okay, here we go! Oh.
Hij wil first person. First person. Ja, natuurlijk. Nou, ik moet zeggen, het uitzicht is echt geweldig. Nou, ik probeer eventjes uit het uitzicht van die stomme helikopters. Ik zie jullie vliegen, dus... Wij genieten even weer uit. Een helikopter. Ja. Wow. Had je die gezien? Nee. Ik ga gewoon extra hoog vliegen nu. Oh, er komt er weer een aan. Wow. Uh-oh. Repellentie? Uh-oh. Nee. Woe. Wauw, die ziet er echt goed. Wauw. Oh. Netjes. Ja. Hebben jullie nog zin in een looping? Hé, hey, ja. Waarom niet? Je kunt net zien hoe het is in first person. Kom maar. Oh. Hoppakee. Ja. Dat was een looping, jongens. Ja. Oh, nailed it. De andere? Like a pro! Kwijt, jongens. Ik er nog niet, maar ik heb er net twee ontweken, dus ze hebben me niet gezien. Ja, dan zijn ze kwijt. Op naar de hoogte. Yes. Op naar het gele cirkeltje. Met een barrelrol erbij. Hoog in de lucht, daar staat een cirkel. Jodelee, jodelee, en hij is nu echt bijna gehaald. Gehaald. Tenzij ik nu weer faal. Ons in kleine stukjes hak met je propeller. Ik schiet nu op jullie. Dat is een plot twist. Nou, volgens mij kan dat nog niet eens. Kunnen we proberen. Nee, want jij kunt je niet targeten op mij. Ja, maar ik kan wel richten op jou. En dan Kunnen het proberen. Oké, ik ben op de juiste hoogte al, dus het is nou even zoeken naar het cirkeltje. Ik zie het cirkeltje nog niet, dus Nou, het vol. Nou, het is wel leuk dat jullie in first person zitten. Mhm. Mhm. La 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 la. Ja la. Ik zit ook op first person hoor. Er zit helemaal niemand naast mij. Ah. All by yourself. Obama's elf. Obama. Self. Zijn we er al? Wanneer gaat die helikopter nou vliegen? Ik vlieg al, joh! Joepie! Handdoek is een eerste klas piloot. Hij kan vliegen als de beste. Maar dan moet ik er wel eerst in zitten. Handdoek zie je steeds in nieuwe video's. In de link van de beschrijving zie je zijn kanaal staan. Simpel! Hey, duimpje jongen! Succes met vliegen! Ja. Wij naaien eruit! Vergeet niet even wel het geld over te maken naar mijn rekening. Heel erg belangrijk. Vergeet niet natuurlijk bij de andere. Tot ziens! Wauw. Jong. I love it when we're playing dance together. Oh ja, daar komt de helikopter. Ik heb een beetje last van een sterke zijwind, jongens. Zijkwind? Ah, mijn hele schoenen zijn nat. Ik wil niet nat worden! Jammer, joh. Dat vind ik wel. Ah, joh. Oh, Shani zit er al in, joh. Okay. Ja, ik ben al snel. Oh. Hé, wacht even, meneer Handdoek. Wil je nog uitbetaald worden? Maar in. Ja. Jullie even een heel rondje gelopen. Ja, rondje voor de zak. Ja, we kunnen gaan. Hé hey, meneer, let's play vloek. Vuurwerk. Hey. Ja, precies. Oké, misschien moeten we wel oppassen dat we niet politie krijgen nu. Ja.
Ik zal ermee stoppen. Vlieg hoger! Wow! Yes! Mag ik een high five uitdelen als we thuis zijn? Ik hoop het. Ik weet niet. Ja, ligt er als last ben je gejoind. Het is totaal random. Totaal random. Heist. Ik wil het doen. Hé, hey, je bent van je platinum kroon afgeschubt, handdoek. Ja, ik weet wel waarom. Ja. Wij weten het ook. Oeh, 50%. Money. Do not quick restart. Is gefaald dankzij een handdoek. Sorry. Dat is eigenlijk de enigste voor een elite hierop. Oh. Gewoon in één keer halen, zonder quick restart. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is echt serieus. Nou, maakt niet uit. We hebben hem in ieder geval gehaald. Ja, yeah, take that! Take that! Nee, take... shut up, Lira. Ga weg. Nou ja, in ieder geval, cheers! De prison break, compleet! Nee, ik doe niet mee. Beste kijkertjes, ik hoop dat jullie deze huis net zo leuk hebben gevonden als dat wij ervan hebben genoten. Ik vond het eigenlijk best wel gezellig. Daarom zit ik nou keizakkerijnig eigenlijk hier op de bank. En weer is die radio automatisch aangesprongen. Ik word daar zo moe van. Pak die radio. Ja. Ik heb normaal gesproken eigenlijk mijn eigen radio. Maar hij pakt hem elke keer op een willekeurige zender. En dat is zwaar irritant. Dus mooie middelvingers, joh. Mooie middelvingers. Volgende week gaan we natuurlijk beginnen met Heist 3. Ik hoop jullie dan allemaal te zien. In de beschrijving staat natuurlijk ook het kanaal van onze handdoek voor de funny moments natuurlijk. Yay. Die hier een beetje... Volgens mij heb jij te veel wijn op. Ja. Jij hebt de... Auw, je prikt in mijn vinger! Oh, ik prik in je vinger. Helemaal. Ik prik in je vinger. Ik ga douchen. In ieder geval bedankt voor het meedoen, jongens. Ja, dus kijk eens, ik hoop jullie volgende week te zien. Morgen, volgens mij is het morgen nog steeds Ocarina of Time. We zijn bijna bij de finale van Ocarina of Time, dus... Ik hoop jullie dan allemaal te zien. Bedankt voor het kijken en tot morgen dan bij Ocarina of Time. Doei! Oké, dan word ik gek van jou. Ik ben gek van jou. Ga weg! Ga weg! Ga weg! Ah! Doei! Doei! Lester belt. Niet nu. Hey, good behavior. Oh, Lester die geeft complimentjes. I didn't want to touch anyone who touched it with a 10-foot barge pole. It's too late now, isn't it? Oh, it's in your garage. Things are pretty quiet right now. Those people and me too. Bij de loser cruiser. Ja, dat is de enige auto die je daarop staan. Nog, Ja, de andere, die staan gewoon bij, je weet wel waar ik buurman ben van de handdoek, dus, Maar goed jongens, dat was het telefoontje van Lester. Ik ga hem echt afsluiten. Doei!